we zijn nu heel druk bezig hier de noordkant van het station, van het nieuwe station, af te bouwen. Dat doen we omdat in het eerste weekend van september wordt dit gedeelte in gebruik genomen. En dan gaan hier achter mij gaan de bussen rijden. Dan gaan de mensen via de binnenkant kunnen ze bij de perrons komen en dan is er commercie. Dus daar wordt nu heel hard aan gewerkt. We zijn momenteel bezig met heel veel afbouwactiviteiten. We zijn dus bezig met het afbouwen van roltrappen, met het afbouwen van liften die straks toegang geven tot de perrons. Daar wordt gewerkt door natuursteenwerkers, daar wordt volop geschilderd, daar wordt hier bestrating aangelegd, er wordt heel veel nog geïnstalleerd. Denk aan verlichting, denk ook aan alle installaties, omroep, beveiliging, dat soort activiteiten. We lopen nu ter plaatse van de busterminal, waar dus in september de eerste bussen gaan rijden. Daar moet nog het een en ander gebeuren. Er is ook al heel veel gebeurd, dus fantastisch mooie ruimte. Voor de reizigers die maken nu allemaal vaak gebruik van de entree aan de zuidzijde. Nou, daar gaan wij straks het andere deel van het station bouwen. Dat betekent dat alles zich bijna naar het noorden verplaatst. De bussen, maar ook de mensen die kunnen straks hier via de noordkant kunnen het station inkomen. Daar zijn de winkels, daar zijn op- en neergaande roltrappen, daar zijn liften. Dus het is echt een enorme verandering. En nou ja, dat duurt tot medio 2016, want dan nemen we ook de zuidkant weer in gebruik. En dan hebben we één gigantisch nieuw groot station. Nou, het gaat heel goed. Zoals je wel kunt zien moet er nog wel heel veel gebeuren. Hè. Je kan je bijna niet voorstellen dat dit over een paar weken echt in gebruik genomen gaat worden. Maar we liggen op schema en het is ook wel zeker dat dat gaat lukken.